Want vroeger had je zeg maar toezicht, zoals ze dat noemen, raad van commissarissen en de directeur. En die commissaris die hield de directeur en zijn clubje in de gaten. Denk erom, enzovoort, enzovoort. Dit is wat jij moet doen. En dat was ook het grote bezwaar, want ik moest dan tegen mezelf zeggen, denk erom dat je wel doet wat ik zeg. En dan zei ik dan weer terug, hè, dat is, ja meneer. Nou, en nu heb je die twee clubs, daar maak je één club van. Eén bestuurslaag, links zitten de non-executives aan de tafel. Het is eigenlijk een ronde tafel en je hebt allebei evenveel te vertellen bij de clubs. Alleen, zeg maar, de rechterkant, die voert uit en de linkerkant voert niet uit. Dus ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, jongens, luister eens, ik vind dat het stadion, constateer ik, er wel erg verwaarloosd uitziet. Vervolgens bemoei ik me er niet meer mee en zorgt iemand anders dat dat hele stadion weer schoon wordt. Terwijl ik nu misschien wel eens zou zeggen, zullen we even samen naar die chef toe lopen, want het stadion kan wel schoner hoor. Dat ga ik niet meer doen. Heerlijk. Het is zo dat we in de nieuwe situatie een one-tier board hebben. Dat betekent dat er geen commissarissen meer zijn en er ook geen sprake is van een directeur in die zin zoals dat in het andere model geldt. Dan heb je een raad van commissarissen en een statutair directeur. In de board zal het zo zijn dat we te maken krijgen met niet-uitvoerende bestuurders en uitvoerende bestuurders. En dan komt de chairman, zeg maar de algemene voorzitter. Nou, en de andere heren hebben mij gevraagd of ik die functie wil vervullen. Nou ja, ik heb die al een aantal jaren vervuld in wat andere setting, maar dat ga ik graag doen. En wat houdt dat concreet voor u in? Wat wordt er voor u anders in de dagelijkse gang van wat zaken? Wat anders is, is dat ik niet meer het executive werk doe. Dat wil zeggen, ik ben geen voorzitter van het managementteam meer. Ik zit wel eens bij besprekingen waar ik voorzitter van ben, werkgroepen. Dat zal ik niet meer doen. Ik kan er wel bij gaan zitten, maar ik zal niet meer de voorzitter daarvan zijn. Assistenten gaat nu dus van een tweelaags bestuur naar een eenlaags bestuur, hè, met die one-tier board. Ja. En kunt u ook al poppetjes bij de functies eraan hangen, hoe dat er in de praktijk uit gaat zien? Nou nee, want we doen een aantal zaken. We koppelen de stichting ook los van het toezicht en de directie, zeg maar de operationele directie, weer los van het toezicht. Nou, die poppetjes daar in die stichting, die moeten we nog invullen. En voor de rest willen we ook alle tijd nemen, alle rust nemen. Hoe we een en ander invullen. Want we hebben op het ogenblik wel een managementteam. En dat zal daar ongetwijfeld in willen passen. En zij zullen ook hun eigen gedachten hebben over deze zaak. Ook zij hebben de statuten natuurlijk. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat dit bedrijf in de afgelopen jaren kwalitatief is ontwikkeld. Met name in de leiding. Op allerlei gebieden, maar ook met mensen. En die zaak hebben we afgerond. En daar willen mensen ook posities in nemen. Ik kan er eigenlijk niks over zeggen. Maar één ding is zeker. Het managementteam zal deze club operationeel leiden. En daarvan zullen er twee tekenbevoegdheid hebben en statutaire bevoegdheid hebben. Heeft u zich afgelopen jaar zorgen gemaakt over FC Twente? Het imago is hier en daar misschien een beetje geschaad. De afgelopen jaren stond FC Twente bekend als degene die financieel juist een opgang kende. Nu in één keer indeling categorie 1. Dat valt voor heel veel mensen moeilijk uit te leggen. Ja. Nee, ik heb me daar nooit zorgen over gemaakt. Ik denk dat iedereen ook wel weet dat FC Twente strak langs plannen werkt. Daarbij doe je goede dingen en daarbij doe je foute dingen, het zij zo. Maar één ding is zeker, wij wisten wel heel precies waar we naartoe werken. In Borussia Dortmund en Bayern München zeggen ze wel eens, Steine staat Beine. En dat is de achterliggende gedachte van dit stadion geweest. Als je dit stadion komt op een bepaald moment in een aflossingsfase, waardoor er een kruising komt tussen opbrengsten en kosten. En vanaf een bepaald moment gaat dat in je voordeel werken. En het is zo dat wij dit jaar al toegaan naar 3,4 miljoen resultaat. Maar het jaar daarop hebben wij gewoon een resultaat zonder dat wij nog enige transfer nodig hebben. Dat heeft te maken
met het feit dat de aflossingen dan zodanig zijn dat wij steeds meer geld kunnen genereren voor het voetbalbedrijf. Daar gaat in de tussentijd, komen daar wat spanningen. Kijk, als je door de overheid plotseling boetes krijgt, hè, of crisisheffingen krijgt, moet ik zeggen, van 3,6 miljoen, dan kan jij dat maar niet zo opvangen. Want FC Twente heeft geen rekening courantkrediet. FC Twente, als je dus zelf geld instopt, dan zeg je, nou, is dat geen verstrengeling van belangen? En als je naar de doyen gaat, zeg je, nou, het is wel een discutabele club. Ja, dan kom je wel eens, heb je wel eens een liquiditeitsspanning. En ja, dat hebben wij opgelost. Maar het is ook nog eens een keer zo dat het bij die categorieindelingen men er niet van uitgaat dat je een stadion in bezit hebt. Nou, en daar kan ik heel ingewikkeld over doen. Maar dat ga ik maar niet doen. Maar dan gaan alle ratio's gaan schuiven. En zo kan je dan in categorie 1 terechtkomen. Waarbij men net doet alsof hij niet een stadion bezit. Dat is zoiets, laten we het zo zeggen. Je hebt een hypotheek. En die is, je hebt een huis van een miljoen. En je hebt een hypotheek van 4 ton. En zegt, ja, je hebt een schuld van 4 ton. Dan zeg je, ja, maar ik heb toch een huis. Dat staat daar tegenover. Nou, daar zeggen ze bij ons van, ja, dat kan wel zijn, maar dat telt niet mee. En dan heb je schuld. En geen bezit. Maar we hebben een fantastisch bezit hier. Dit stadion. Waar we zo ontzettend trots op zijn.